Ik denk dat, dat directeur zijn in een school, een schooldirecteur zijn, dat dat voor een stuk in uw DNA moet zitten. Je moet dat graag doen en je moet daar nog van genieten. En je moet daar nog iedere dag van genieten. Daar in de tweede plaats moet je ook enorm kunnen relativeren. Relativeren in die zin dat ja, het is overal iets. Dus ook in het bestaan van een directeur is het ook iets. En ten derde moet je, ja, dat, moet je de vreugde die je aan je job hebt een stuk uitstralen. En denk als je die drie hebt, het zit een stuk in mijn DNA. Ik besef hoe gelukkig ik ben en dat straal ik voor een stuk uit. Dan ben je al heel ver. En de rest, dat komt dan wel vanzelf hoor.